Billfinger. It's 7 o'clock in the morning. Employees of Billfinger Industrial Services arrive at the shack to prepare for work. After changing clothes, they nowadays log in through a finger scan. Based on the biometric scan of their finger, a fast, efficient and accurate time and attendance system is put into operation. Human Resources collects all personal mandatory and required information of an employee and puts this, after having been checked, into the ERP system. After this registration, the employee can start with his first working day at Billfinger. Once the employee signs up through a finger scan, the computer's database is examined to determine whether this employee meets the requirements to start working. If not, a red light turns on and the employee will be denied access. If everything is okay, a green light turns on and the employee will be notified into the ERP system. Before using the finger scan system, the foreman spends a lot of time to check the presence of the employees and properly register the hours worked, as well as making changes. Voor mij was de urenregistratie eerst, ging ik naar beneden kijken wie er aanwezig was. En dan ging ik weer naar boven toe, ging de namen opschrijven. Maar dat gaf veel problemen omdat je er met veel buitenlandse jongens werkte, met de namen opschrijven. En als dat gedaan was, gaf het ook weer problemen met vaak met de uren die niet klopten of wel klopten. In de oude situatie kregen we van de volmannen allemaal handgeschreven lijsten. En dat duurde nogal lang om alle handschriften te ontcijferen en te vertalen naar de juiste lijsten voor de administratie. Billfinger experiences the use of the finger scan system as positive. Ik ervaar het werken met finger scan goed. Je hoeft niet meer al de namen op te schrijven, je zet het zo in de computer, je vinkt het aan. Je zet de uren erachter en als het toch fout gaat met de jongens, de uren niet kloppen, dan haal je het zo weer terug. Je kan van 2 weken terugkijken. Het gaat sneller nu, dus je kan daar sneller naar de jongens toe om het werk aan te wijzen. De voordelen van het werken met de fingerscan is dat het hoofdkantoor de mensen klaarzet voor dit systeem, waardoor ze dus gescreend zijn op diploma's, op certificaten en of ze wel gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Daarnaast hebben we direct alle uren van de mensen en waardoor we dus de administratie snel kunnen voeden. After an employee has been logged out, the ERP system provides a summary of the hours worked, which will be checked by the foreman first thing the next day. If necessary, he will adjust the hours worked and approve them. Next, the proposal is automatically sent to the project manager for final approval. He also has the ability to adjust if necessary. After approval, the information regarding the hours worked will be sent to the ERP system for the purpose of further payroll. It can be concluded that the finger scan system has many benefits. It works efficiently, it is accurate, it is fully automated, it is compliant.